Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vrijdag, almost Christmas. Als jullie dit zien is het almost Christmas niet meer. Dan is het... Oh. Ja, goed zo jochie. Ga ik het even doen? Ja. Ja, sorry. We hebben allemaal lekker iets comfortabels aan. Ik heb mijn glitterpantalones aan. Ah ja. En heeft ook lekker een leggingje aan en een trui. Hallo. Hallo. En Niels heeft ook een capuchon trui aan, dat wilde hij. Wat is dat? Ja, ja, laat maar aanstaan hè. Ja. Nou, haar erin een knotje. We moeten even kijken, ik moet hem iets lager denk ik gaan doen, dat de rest ook weer in komt. Maar het zit er ook lekker bij. Ja, Sean het schaap hè. Ik ben een schaap, nou Sean het schaap. Een bol met woorden, toch een hele leuke knaap of zoiets. Mooi hè, kijk maar roze stippen erbij. Passen we met elkaar. Hé, heb je ook de glitters gezien op mijn broek? Ja, van de poes hè. Water van de poes. Oom Ruud komt om 11:30. We gaan eerst even boodschapjes doen. En dan gaan we ook even hapjes halen. Want morgen komen Annero en Sam borrelen. Ja. Sok. Morgen komen Annero en Sam borrelen. Dus we gaan ook even hapjes halen voor borrelen. En luiers voor jou. Piep. Niet luiers voor jou hoor Niels. En dan komt oom Ruud. Mijn oom komt vandaag. En daarna gaan de kids even uitrusten. En daarna, want Niels is vandaag studiedag trouwens. Gaat het goed? Nee, Elin, geen appel. We gaan straks appel doen bij de winkel. Ja, laat maar liggen. Laat maar liggen. Luister goed. En we gaan daarna naar mijn ouders toe. Ga ik mama helpen traditiegetrouw met de boom optuigen. Dan eten we daar ook, want Sven heeft kerstdiner vanavond. En dan gaan we daarna weer terug. En morgen heeft Niels zijn diploma bij sportenuitreiking. Nee, we gaan straks doen, moppie. We gaan bij de winkel appel doen. En daarna gaan wij voor Niels' verjaardag naar Buurman en Buurman. Oh, dit is trouwens een hele goede. Dit is echt een heel komisch boek. Ik ben een tijger van Carl Nielsen en Ross Collins. Goed, hak op de tak. Ik ga met de kids naar buiten, want ze beginnen een beetje vervelend te worden. De ene gaat altijd jatten. Niels is één schoenen aan het doen. Hier is de andere. Doe maar ze eerst helemaal open, lieverd. Nee, doe maar. Het gaat heel goed. Ik wil het niet heel goed. Oké. Pampiertje. Ik zie jij helemaal niet. Hij is grondje gekocht. Nee, is bij ons de saai... Wat ben ik dan? De saai juf, ik ben de baas. Mijn vaste fan, even op beeld. En weet je wat knulletje, dat denk je wat knulletje zegt? Nee. Kijk of eentje mee. Nee, papa. Dan kun je bij hoe die ik heb. Ik ben lekker aan het eten. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy New Year. We gaan zo eten. Onder andere mijn lievelingsbiefstuk pepersaus, maar voor de kindjes hebben we worstje. Ik heb even nog een snelle hit-workout gedaan. Nou, jullie hebben wel gezien dat ik net bij mijn ouders was met de kids en hebben we gezellig gegeten. Sandy heeft zijn kerstfeest, maar dat had ik denk ik al gezegd. Ik voel mijn benen. Morgen wordt best wel een drukke dag, dus ik dacht ja, morgen wil ik eigenlijk niet sporten en zondag ga ik Zumba. Dus, sorry, ik zit te handigen met dit ding. Maar ik dacht gezien de feestdagen wil ik wel gewoon eventjes blijven sporten. Naast vreten. Ik heb van het YouTube kanaal. Oh, sorry, ik ben helemaal niet scherp. Zo, beter. Van het YouTube kanaal Cosmo Body heet het volgens mij. De 10 to 10 workout gedaan. Dat betekent dat je een set van 4 oefeningen, zeg maar, doe je 10 keer, dan 9 keer, dan 8 keer, 7 keer. En dan ben je bij 0 en dan ga je weer omhoog. En dan krijg je dit. Mocht je dat ook willen, check het vooral eventjes. En nu ga ik Office Christmas Party kijken. En nog een film op tv. Ik heb geen week op pauze. Ik dacht, gezellig. Maar ik denk wel dat ik ook een M&M'tje ga pakken. Maar compenseren, hè, compenseren. Maar dit heb ik gedaan. Wat was dit ook? Goed, mijn batterij is leeg. Oh, mijn benen. Goedemorgen, het is zaterdag. En ik weet niet of ik verteld heb over mijn cowboy boots missie. Maar ik had in ieder geval cowboys gezien bij de safari. Is niet vond ik heel tof. Maar wel een beetje, zeg maar, out of my comfortzone. Maar ik wilde ze wel heel graag. Toen heb ik ze besteld in maat 38. En die waren te klein. Dus toen dacht ik, nou prima, bestel ik 39. Maar toen waren ze uitverkocht. En de hele tijd. Het was alleen maar maat 35 en 36. De hele tijd. En ik hield het maar in de gaten en ik hield het maar in de gaten. Maar het kwam gewoon niet meer. Toen dacht ik, oh nee. En deze vond ik ook, want het zijn zeg maar best wel wilde cowboylaars. Dus voor mij doen wilde cowboylaarsjes. En zeg maar, ik had zoiets van, dan wil ik er ook niet te veel geld aan uitgeven. Want dat zijn echt meer schoenen voor, zeg maar, af en toe. Ze bleef dus maar in mijn hoofd zitten, Dus ik iedere keer weer kijken, maar het was er gewoon niet. En toen ineens was er één paar, maat 39 weer. Oh, dus ik die in mijn mandje gooi, ik helemaal blij. Ik bestellen, maar het bestellen bij de Stradivarius op de app, zeg maar het betalen, online bankieren, werkt bij mij niet. Maar goed, dat vergat ik in al mijn enthousiasme. Dus ik bestellen, maar toen lukte de betaling niet. Maar dan zijn dus wel, zeg maar, je producten zijn fysiek verdwenen uit de shop. No! Dus ik dacht, nee, dus ik verversen. Maar goed, het duurde heel lang. Dus uiteindelijk, nou, tot vrij laat s'avonds zat ik in de gaten gehouden. Er gebeurde allemaal niks. Dus toen de volgende ochtend was het weer. Maar toen dacht ik van, oh nee, het lag aan mijn ene. Dat ligt aan de ABN. Dus ik dacht, dan doe ik het met de andere bank. Weer op de app. Ik weet ook niet precies waar het misging. Dus nog een keer verkeerd. Want het online markieren werkt gewoon niet op de app. Bij mij in ieder geval. Dus moest ik weer heel lang wachten voordat ze, dus ik iedere keer weer verversen. Maar goed, dat duurde allemaal ook weer eindeloos. En daar waren ze. En toen heb ik ze dus gewoon, zeg maar, gewoon via de site besteld. En dan had ik ze echt super snel binnen. Maar goed, ik heb ook een trui besteld en een broek die ik al heb. Maar goed, al mijn broeken zijn, zeg maar, te groot geworden. Het is een leerlook broek, zo'n gekoten broek. En die vind ik heel tof. Alleen ja, degene die ik had, die is gewoon veel te wijd geworden. Dus nou, ik ga het even laten zien. Toevallig past het bij elkaar. Dus niet bewust. Als eerst natuurlijk de laarsjes. Ja, het is echt wel voor mijn doen een beetje wild. Kijk. Ze zijn dus wit met zwart en slangenprint. Ja, ik vind ze wel echt mega cool. En deze passen dus wel. Dan de broek. Ja, sorry, bonnetje. Dus nou, goed. Een high-waisted zwarte leerlook broek. En dan een gestreepte, zwart-wit gestreepte trui erop. Ja, dit is fantastisch. Ik ben helemaal in mijn sas. Dus dit ga ik denk ik ook aanhouden vandaag. Alhoewel ik deze niet mee ga nemen naar het sporten van Niels. Want straks denkt iemand yes. Maar ik vind ze echt fabulous. Dus. Yes. Ik ben helemaal blij. Nou, Sven had een zware avond gisteren. Dus die mocht even uitslapen vanmorgen. En ik heb gewoon lekker met de kids ben ik opgestart. We hebben net taartjes gegeten. En Niels een diploma gehad. Dat is een van zijn moeder. Dus op een gegeven moment ben ik meteen naar huis gegaan. En ja, ze was zo moe en boos dat ze ook geen boter meer wilde. Nou, ze had wel gewoon honger. Dus uiteindelijk heb ik dus een fles gegeven. Nou ja, goed, ze verkoopt de ziel aan de duivel af en toe. Maar het maakt niet uit. Nu ligt ze lekker op één oor. Niels wil eigenlijk met een vriendje spelen. Dat wordt al heel krap. Want wij moeten over een uurtje, nou minder dan een uurtje, moeten over uiterlijk 3 kwartier de deur uit. Maar hij moet daarvoor ook nog een boterham eten. Dus ik zeg, dat moeten we maar niet doen. Dat doen we dan wel even ergens anders nog deze week. En ondertussen even aan het opruimen. Want als wij terugkomen, dan komen vrienden van ons. Dus nou ja, ze houden ons lekker bezig. Maar goed, wel heel leuk. En hij deed het heel goed. Ik ga toch nog even mijn laarsje goed laten zien. Oh my god, I loved him so much. Maar als het mijn haar zo wild. Dus, deze dus. Die ga ik zo aandoen. Ik heb een nieuwe Feliway voor mits besteld. Want ze had het stopcontact weggegooid. En ik merk dat dat toch wel ontspannend voor haar werkt. En toen heb ik ook dit besteld. Mits houdt niet zo van gekamd worden. Dat druk ik zacht uit. Maar ik heb nu dit besteld. En hier hoorde ik, of las ik goede reviews over. Dus ik moet nu nog even bij de testen. Dus ik was nu nog niet super enthousiast. Oh, ze komt nu wel naar me toe. Ik moet even drinken, denk ik. Nou, misschien moet ik mijn moment pakken, maar... Ik ga het even drinken. Nou, ik ben verder als een razende Rita alles aan kant aan het maken. Dus, nee, zo even niet. Nou, wij zitten hoor. De stoelvogels staan op, dus we hebben een stapel jassen gedaan. Dat kan ook. Heb je gewonnen? We gaan nog beginnen. Hier al de hapjes staan. Vrienden van ons komen zo. De voorstelling was echt heel leuk. Ze hadden het echt heel leuk gedaan. Niels moest heel hard lachen. En, nou, hij wist ook, ik had het voorstukje laten zien. Hij wist dat op een gegeven moment een beren... Een beer kwam. Dus dat vond ik heel grappig. Dus ik was blij dat hij het had gezien, waardoor dit dus niet spannend vond. Ik heb geen idee hoe lang die nog draait, maar het is echt een aanrader. Ook een aanrader is dit. Mits heeft een nieuwe lama-vriend. Zie leuk, Mittens. Ik moest navulling voor de kattenbak bestellen. En dan heb ik een alpacaatje bij besteld. Helemaal mee in de sas. Er zit dan geloof, er zat volgens mij valeriaan en catnip of zo in. Er zit hier echt een pukkel. Waiting to kill me. Maar, moet ik maar eens aan mijn hoofd doen. Nou, misschien een beetje blus. Het was nooit weg toch? Nooit weg, een beetje blus. Zo. Oh, ik kan zo gillen hoor. Nou, en hij deed het ook zo goed. Dat was echt heel leuk. Even echt ook leuk om met z'n drieën dat te doen in plaats van normaal natuurlijk alles met z'n viertjes. Of in duo's, maar dat is echt leuk om even te doen. Ik doe een beetje MAC Fairy Precious op. Niet te veel. Een beetje een pukkelsbedekker. Het zit wel even in een fase. Ik ben naar een zwaardere pil gegaan. Omdat ik natuurlijk nog een keer geopereerd moet worden. Dus nu stop met de pil en dan weer beginnen is niet zo handig. En ongesteld zijn na die operatie is ook niet zo handig. Dus vandaar dat ik het nu weer zo doe. Alleen door ik had de lichtste pil. Maar daar, zeg maar de microginon 20, maar daar bloed ik doorheen. Dus dat was heel relaxed. Toen was ik zeg maar eigenlijk de hele tijd een soort van ongesteld. Niet heel tof. Dus ik heb één zwaardere genomen. Maar ja, ik krijg er vaak nog meer pukkels van. Ik weet het. Maar nee, het is tijdelijk, want ik ga er gewoon na de operatie weer mee stoppen. Maar goed, dat duurt nog wel eventjes, want ik word pas in het voorjaar geopereerd. Dus voor nu zullen we er even mee moeten dealen. Maar goed, dus ik kom niet erg. Maar ik merk gewoon dat ik gewoon niet een heel leuk mens word door de pil. Ik ben gewoon echt meer snappy. Echt feller. Ik ben van mezelf helemaal niet fel. Ik ben mega geduldig voor mezelf. Maar, en dat gaat gewoon een beetje, het gaat er een beetje af met zo'n pil. Maar dat merk ik echt heel duidelijk. En het is wel bizar, want ik heb natuurlijk 100 jaar, natuurlijk. Ik heb 100 jaar de pil... 100 jaar de pil geslikt. Echt vanaf mijn tienerjaren tot, nou ja, ergens halverwege de 20. Of ietsje langer zelfs. Dus ik heb echt heel lang de pil geslikt. En ik heb ook heel lang echt de Diane gehad. Zo'n hele zware pil. Dus. Maar ja, dan denk je gewoon dat je zo bent. Maar eigenlijk wist ik natuurlijk ook wat ik dat niet was. Maar dat ik echt gewoon huilend voor mijn kledingkast zat en zo. Dat soort rare tevreden. Dat heb ik echt niet van mezelf. Ik ben normaal heel steady. Maar dus nu ben ik heel lang natuurlijk van de pil af geweest. Dus was ik dat allemaal weer kwijt. Wat fantastisch was. En nu heb ik steeds allemaal soort ellende. Maar goed, het is tijdelijk. Het is wel goed doen. Ik voelde dus dat het niet altijd ongesteld hoeft te zijn. Alleen ja, nu had ik dus niet echt het voordeel dat ik het alsnog werd. En dan de hele tijd. Een soort van half. Maar goed. Nou, kleine touch-up. Ik ben er klaar voor. Goedemorgen, het is zondag. We hebben vrij een rustige nacht gehad met die tante die echt heel vaak wakker werd. Ik ga zo Zumba. Daar heb ik wel even zin in. Ik heb een mega grote aft, waardoor ik mijn mond niet echt open kan doen. Peachy, just peachy. Ik ga Zumba, daarna gaat Sven naar Ajax toe, dus die is pas eind van de dag weer terug. En we gaan kijken hoe ik de dag weer kom, want zij is dus bloody chagrijnig. Ja. Het is inmiddels 3:10. En Eden ligt nog te slapen, die ligt er vanaf iets voor 12 of zo in. Maar ik laat haar liggen, want die was natuurlijk echt enorm aan het spoken vannacht. Dus was ook niet te genieten vanmorgen. Dus die zat zichzelf gewoon enorm in de weg. Dus die heb ik echt al om iets voor 11:30 lunch gegeven en daarna meteen naar bed gedaan. Nee, die was boos, maar wel meteen in slaap. En Niels zou om 2 uur met zijn vriendinnetje gaan spelen. Maar goed, ik zei ja, weet je, Ene slaapt nog en ik ga haar echt niet wakker maken, want ze was echt niet blij. Dus toen zei ze, joh, we halen hem wel even op, want we wilden toch even naar buiten. Dus die zei, nou, hebben we hem nou opgehaald. En ja, nu ben ik eigenlijk aan het wachten tot Ene wakker wordt, want dan kunnen we eventjes naar de winkel even boodschapjes doen. Er zijn altijd een aantal dingen die ik niet bij een picknick kan bestellen. Dus die haal ik dan nog eventjes. Oh, die aft, jongen. Helemaal. Het eten ook gewoon echt niet lekker. Goed. Ja, dus ik zit nu maar een beetje te wachten. Ik heb een beetje opgeruimd. Dus ik ga gewoon lekker zitten. Beter idee, hè? Beter idee. Als je vraagt, waar is mijn dochter? Die staat er dus helemaal eraf en op te doen. Ze had ze net allemaal op de wc gezet. Goed zo. Ba! Ja, dit mag nog. Een steen van mag. Ze wilde ook op de wc gaan zitten net. Toen probeerde ik de jurk naar beneden te trekken, dus die over haar uitgetrokken. Ja, je ziet het aan je boeven lachen, hè. Ja, hoe had je ze er nou afgehaald, hè? Het stonden ze hier allemaal op de wc, dus het is er wel leuk. Ba, ba. Ja, die mag wel. Goed zo. Oh, ik ga je zo spuiten van elkaar, dat weet je al niet, hè? Goedemorgen, het is maandagochtend en sorry dat ik niet lach, maar mijn mond zit gewoon echt zo'n zeer. Dus ik kan aan enkel lachen. Ander kan niet. Nou, alles kan, maar het doet echt zeer. Goed, genoeg geklaagd weer. Heerlijk geslapen vannacht. Fantastisch, helemaal blij mee. Nu, wat gaan we doen met eens? Opruimen, hè? Ik ben al begonnen. Zo, ik moet ook gewoon mijn mond nat. Ja, het is een beetje gek, maar ik kan gewoon echt. Goed. opruimen gaan we. Ik ga nu naar de berging en daar ga ik opruimen. Ik ben al bezig met Sven's wielerspullen. Hij heeft zijn fietsen verkocht, maar zijn wielrenspullen liggen gewoon nog de hele tijd naar me te kijken in de slaapkamer. Dus die moeten een kast in en die moeten opgeruimd worden. Dus ik heb al deels, maar hij moet zelf, weet je, hoeveel wielrenshirts heb je nou? Er zit er echt nou, minstens 10. Hij krijgt natuurlijk ook steeds dat je ervan, als er iets gesponsord of zo doet, dan nou, krijgt hij weer iets. Dat moet hij zelf maar even sorteren. Maar ik heb in ieder geval liggen eigenlijk allemaal lege dozen en zakjes. Nou goed, dus ik ben daar wel mee bezig. Maar ik ga nu naar de berging. Want daar is ook een rotzooi en daar wil ik ook een beetje aan kant maken. Ik ga niet mega opruimen, want dat gaan we natuurlijk richting de verhuizing wel doen. Maar wel eventjes weer een beetje een basis. En dan wil ik... Oh, daar is wel iets van hebben. Laat ik even opnemen. Hi lief. Goed, dat was Sven. De kids zijn naar de opvang. En dus na... het opruimen ga ik naar de stad. Ik hoop eigenlijk dat ze mijn wenkbrauw nog even kunnen verven. Op zich hoeft niet zozeer geshaped te worden, maar wel even geverfd zou wel lekker zijn. Ja, ik heb ze nu natuurlijk bijgetekend. En ik moet nog wat kleine dingetjes halen. Dus ik ga gewoon eventjes de stad in. En dat is het een beetje. Verder heb ik echt een to-do-list van hier tot ik weet niet waar. Dus dat, die ga ik afwerken. Gedurende deze tijd. En morgen ga ik met mama eventjes naar de woonboulevard. Zij is laatst al bij de Ikea geweest. Dus ik denk dat ik 's ochtends even zelf naar de Ikea ga. En dat ik dan daarna gaan we lunchen bij de Ikea. En dan gaan we daarna gewoon even samen verder. Dus ik denk dat dat het gaat worden. Ja, dus eventjes 2 dagen meeten. Ik moet zeggen dat ik ook wel met jou aan toe ben. Want Niels is echt wel een heftige fase. En dat zijn we gewoon van hem niet gewend. En dat is een combinatie van Eden die, met Eden die gewoon sowieso al feisty is. We hadden een paar pittige dagen. Ja, het is voor hem gewoon echt een hele nieuwe tijd geweest. En dat merk je gewoon. Dus hij is brutaal. En echt brutaal. Hij wordt heel boos. Nou, en dat zijn we gewoon helemaal niet van hem gewend. Hij is normaal heel lief en relaxed en zen. En, nou ja, goed. Dus dat is eventjes aanpoten soms. En dan, nou ja, als je dan zo'n nacht... bijna niet slaapt, Eden ook niet zo blij is, dan zijn het gewoon pittige dagen. Maar goed, het is niet erg. Maar dus vind ik het wel even heel lekker dat ik dit even voor mezelf heb. En daar ga ik dus ook echt van genieten. Maar ik wil ook gewoon dingen doen, want ik wil ook gewoon... Ik heb zoveel acties in mijn hoofd, ik wil ze gewoon wegstrepen. Weet je wel, dat ik gewoon clear-headed, clear-minded. Dus ik hoop dat ik dan volgende week... dat als ik dit gewoon allemaal deze week doe... Naast natuurlijk gewoon alle kerst met de kids en alles. Maar als ik mijn actielijsten redelijk kan afwerken. Dat ik dan volgende week gewoon echt eventjes echt zen kan doen. Ik moet bijvoorbeeld ook... Ja, de schoonmaakster komt niet. Dus ik moet gewoon zelf schoonmaken. Wat helemaal niet erg is. En ik maak natuurlijk altijd tussendoor ook schoon. Maar gewoon echt even goed schoonmaken. Al dat soort dingen zul ik ook gewoon goed doen. Dus, oh jongens, ik kan gewoon echt niet praten. Het is niet normaal. Ik heb echt... Als ik praat, zeg maar, zit die in mijn hoek dan na... Ik zei tegen hen, ik heb echt wel eens een aft gehad, maar deze is gewoon echt niets te doen. Tot zover geklaagd. Ik hoop dat ik wel lach met mijn ogen. Weer kan ik er niet van maken. De berging is aan kant, daar ben ik wel heel blij mee. Wat oude administratie van Sven, die volgens mij weg kan. Maar goed, dat moet ik maar even checken. Ik vond wel zijn oude Sven-diploma's. Dat is grappig. En ik heb nog mijn laarzen uit de berging gehaald. Daar ben ik ook heel blij mee. Ik wist even niet meer in welke tassen zaten. Ik had er de kracht niet voor, maar kijk. Deze fantastische over de knees laarzen. Die zitten heel hoog. En deze fabulous laarzen. Van, waar zijn ze eigenlijk van? Zara uiteraard. Zara en dit zijn hele oude van Zara, maar die vind ik nog steeds heel leuk. Dus helemaal blij mee, die moet ik zo even opruimen. En ik heb net het oudstoeltje voor Niels, want Elin is bijna 1,5. Dat betekent dat ze uit de maxi-coachje naar de grotere gaat, maar dat betekent dat Niels dus weer 1 stap door moet. Heb ik van een collegaatje gekregen, dus die heb ik even, zeg maar, al die... Nou ja, hoesen zeg maar. Nu net gewassen, die hangen nu te drogen. En ik denk dat ik het na kerst doe, dat ik na kerst de switch ga maken. Dan gaat de Maxicosi naar een collega die onverwacht zwanger is van de derde. Nou, zo gaat alles weer door. Ik ga nu eventjes mijn lunch maken. Ik heb kip, bietjes, sla of zo, goedemorgen. Wortels, ja, dankjewel Karin. Sla. Dressing. En dan doe ik er nog wat nootjes doorheen. En dat is dan mijn lunch. Want ik ga een beetje op tijd lunchen. Want om 1 uur kan ik mijn wenkbrauwen laten doen. Niet door mijn lievelings. Maar wel volgens mij door degene die haar wenkbrauw altijd doet. Dus dat is ook heel goed. Dan ga ik naar de stad. Maar daar wil ik eigenlijk zo heen. Dus ik dacht ik ga gewoon eerst lunch maken. Dan eet ik het op. Dan ga ik daarna naar de stad. En dan ga ik dus in de stad ook mijn wenkbrauwen. Ik laat het trouwens altijd doen bij soap tegenwoordig. In de Bijenkorf. Dus dat. En ja, ik moet hier ook nog opruimen en zo. Ik heb nog genoeg te doen. Maar ik vind het wel heerlijk dat ik nu die werking in ieder geval achter de rug heb. Want ik dacht dat is hetgeen dat ik vervelend vind. Dus die ken ik nu van mijn lijstje strepen. Ik ben weer terug. Ik dacht ik ga even kort laten zien wat ik heb gekocht. Ik heb trouwens een briljante nieuwe plek gevonden om de camera neer te zetten. Maar goed, dat geldt mij. Als eerste een nieuwe tinted moisturizer van Laura Mercier. Die heb ik nu ook op. Die is mij opgesmeerd. Mijn wenkbrauwen zijn dus weer gedaan. Helemaal in de sas. Deze had ik al een tijdje een oogje op. Ze hebben de formule vernieuwd. En ik ben sowieso gek op tinted moisturizers. Als je kijkt zeg maar wat qua make-up, omdat ik ben natuurlijk een enorme make-up lover. Maar als je kijkt naar wat ik het meeste in mijn huis heb, is het zeg maar BB creams, foundations, dat soort dingen en blush. En het is wel grappig, want vroeger, ik ben altijd fan geweest van blush, maar zeg maar de foundation moisturizer is echt iets van de laatste jaren. Maar ik word er gewoon heel blij van. En ja, soms heb ik, denk ik van, nou ja, ik heb een goede huiddag en dan doe ik wat minder. En soms denk ik van, nou, feestje, dus ik doe wat meer coverage. En dat vind ik heel leuk om daar een beetje tussen te variëren. Sorry voor de rommel. Maar goed, deze, lang verhaal kort. De Laura Mercier Tinted Moisturizer. En deze heeft SPF 30. En deze is heel natuurlijk. Ja, ze heeft hem nu nog best een laagje aangebracht. Zelfs zou ik hem nog dunner doen. Maar hij is gewoon heel prettig voor je droge huid. En in de winter vind ik dat altijd heel fijn om extra. Want als ik dan zeg maar een dekkendere, want ik heb niet hele dekkende foundation, maar dekkendere foundation op doe, dan zie je heel vaak al het zitten, zeg maar, omdat mijn huid zo droog is. En deze is heel fijn. Dus heeft er ook nog iets bij gedaan. En ik ben trouwens de kleur 2C1 blush. Even kijken. En ze heeft er nog een testertje tussen aanhalingstekens van een olietje bij gedaan. En dit is de Rose Hubble Flubs olie. En die is echt heel fijn. Maar goed, dat is voor een als het vrachtschip met geld binnenkomt. Verder stond ik in de rij om te passen bij Lovis. En toen kreeg ik deze glitter scrunchie mittens. Want ik was even bij de Lovis en blijkbaar was ze kort. Ja, ik snap er helemaal niks van, want ik hoorde iedereen het erover hebben, maar ik dacht, ik zie niks hangen. De kaartjes waren gewoon normale prijs. Ik dacht, maar het zal wel. En ik hoorde iedereen in pashokjes rekenen en ik dacht, nee, ik weet het niet. Ik heb het echt weer gemist, maar er was dus korting, dus dat is fijn. Ik wilde iets leuks voor kerst, maar ik wist niet goed. Een jurkje vind ik heel leuk, maar het is eigenlijk mega onhandig met kleine kinderen. Want met Elin buk je natuurlijk 625 keer en dan zei ze, oh, heel moeilijk toe. Dus ik dacht, ik wil eigenlijk iets voor de bovenkant, maar een blouseje, dat vond ik weer zo saai. En nu heb ik dus dit. Waar is het heen? Dit is een donkerblauw, oh dit komt hier, ja, nu begint het een beetje te zien. Donkerblauw topje met glittertjes erop. Het is echt een beetje, ja het is echt wel een beetje koningsblauw zeg maar. En het, nou, ik had ook nog andere kleuren aan, maar ik vond deze gewoon heel mooi bij mijn oogjes. Het heeft heel klein, dus een klein kolletje. En het is altijd bloedheet bij de familie van Sven met kerst. Dus ik dacht, dit is wel een goeie. En dan moet ik nog even kijken wat ik bij mijn familie aandoe. Maar goed, deze was dus afgeprijsd. Nou goed, staat er verder niet op, maar toch heel leuk. Dan... Ik had vandaag kerstpyjama aan. Niels zei, oh, ik wil ook een kerstpyjama. Dat vind ik nou prima, kerstpyjama. Niels heeft echt wel iets met pyjama's of zo. Om een of andere reden heeft hij daar echt een mening over. Maar goed. Ik zag nergens echt mijn kerstpyjama's. Ik dacht ook, ja, ik ga ook daar niet heel veel zoekwerk aan verrichten. Maar toen zag ik wel kerstboxershorts bij de Primark. Toen dacht ik, nou, daar is die jongen vast ook blij mee. €3 in de sale. Ik dacht, nou, weet je, gun die jongen een kerstboxershort. En ik was al met van, ei, dit is mijn scrunchie. Hè? Dit is mijn scrunchie. Dit is wel een scrunchie. En ik had dus hele leuke kerstpakjes voor Elin. Maar het rokje, dat was gewoon, dat was heel leuk. Maar kroop een beetje op, omdat ze er te dun voor was. En het jurkje was te groot. Dus ik dacht, haal het jurkje maar het kleine. Was een rood jurkje met een soort glitterig rokje eronder. Klinkt erger dan het was. Het was wel schattig. Maar goed, die hadden ze niet in de maat die ik nodig had. En dan hadden ze wel weer een maat klein. Maar dacht ik, ja, dat wordt weer te klein. Kortom, lang verhaal kort, ik kwam er niet uit. Toen had ik wel een mooi donkerblauw jurkje gezien met zilveren glitters. En die had ik nog niet gekocht, maar die had ik in mijn hoofd van, nou, dat zou nog een optie zijn. Lang verhaal kort, dat jurkje. Toen dacht ik, oh, dan ben ik wel heel erg happy en happy met haar als ik dan ook een blauw shirt aan heb. Dus toen was ik dan even naar de Primark en toen zag ik daar dit jurkje. En dat vond ik eigenlijk heel schattig. Sowieso zitten de Primark jurkjes altijd heel mooi. Dit is een grijs jurkje en er zit een heel klein beetje roze glitterrandje. En er zitten kleine roze glittertjes op, maar gewoon niet echt roze. Een beetje meer rosé. Ik dacht, dit is nog best wel toned down. Er zat een maillotje bij. Ik denk, weet je, dit vind ik eigenlijk wel gewoon mooi. En dit kan ze ook gewoon normaal aan. Dan heb ik nog voor Niels deze. Hij heeft deze trui heeft hij al in heel veel maten gehad en heel veel kleuren. Maar die zijn nu weer allemaal te klein. En nu zag ik deze mooie donkergroene kleur. En dit is allemaal weer een maatje groter, ritsen aan de zijkant. Maar deze zit hem gewoon heel mooi. Dus zag ik gewoon even top. En even kijken. Nou, dit maillotje zat erbij. Gewoon een roze maillotje. En heb ik er nog deze strikjes bij gedaan. Dat is gewoon een elastiekje met een strikje. Ik dacht, dat vind ik dan wel leuk als ik een knotje in de haar doe. Een strikje erbij met hele kerst. Dat was het, denk ik. Ik was de vlog aan het bewerken en ik kwam ineens tot de conclusie dat ik hem helemaal niet heb afgestoten. Dat ik eindig met mijn hoofd in een tas. Dat is misschien niet het meest charmante eind aller tijden. Niet dat dit het wel is, maar goed. Ja, en blijkbaar heb ik jullie niet meegenomen naar de woonboulevard, maar dat maakt niet uit. Volgende week neem ik jullie weer mee naar het een of ander. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden te zien. Ik wil jullie een hele fijne dag wensen en ik zie jullie heel graag volgende week bij een nieuwe vlog. Dankjewel voor het kijken. Doeg!